Vervolg van het audioboek van Wie heeft God gemaakt, op zoek naar een allesverklarende theorie, geschreven door Edgar Andrews. Elk hoofdstuk begint met een korte samenvatting van dat hoofdstuk en met een verklarende woordenlijst waarin enkele moeilijke woorden worden uitgelegd die misschien niet voor elke lezer duidelijk zijn. Daarna begint het eigenlijke hoofdstuk. Hoofdstuk 8, waarin we gaan stoeien met de tijd en de godhypothese. We beginnen met een korte geschiedenis van de tijd. En dat is uiteraard een verwijzing naar de Engelse titel van Stephen Hawking's boek Het Heelal, A Brief History of Time. En we geven een hopelijk onderhoudend en voor zover mogelijk a-technisch overzicht van wat tijd nu eigenlijk is. De wetenschappelijke visie op tijd is gebaseerd op entropie en op de tweede wet van de thermodynamica. Geen nood, dit wordt allemaal uitgelegd. In tegenstelling tot de ruimte staat de tijd ons alleen toe in één richting te bewegen. Het eenrichtingsverkeer van de pijl van de tijd is volgens de wetenschap een richting van toenemende willekeur, wat van grote invloed is op vragen rond het ontstaan en het lot van het stoffelijke universum. Het betekent bijvoorbeeld dat de tijd zowel een begin als een einde moet hebben, maar ook dat alle tijd, verleden, heden en toekomst, nog steeds aanwezig is. En dat suggereert de noodzaak van het bestaan van eeuwigheid. De theologische gevolgen van tijd zijn zo groot dat velen zich afvragen of we ons van de tijd kunnen bevrijden. De atheïst moet die vraag stellen om het idee van de schepping te kunnen verwerpen. Dus gaan we kijken hoe hij dat zonder succes probeert. De godhypothese daarentegen beschrijft heel nauwkeurig de zich ontwikkelende kosmos, de tijd en de eeuwigheid. Nieuwe woorden: continuum, een ononderbroken geheel of ruimte. Fluctuatie. Schommeling. Golving. Met een stoommachine naar de sterren. Tijd is de langste afstand tussen twee plaatsen. Tennessee Williams in The Glass Menagerie, 1945. Volgens mij zijn de meeste methoden om tijd te meten uitgevonden door monniken. En religieuze kluizenaars die, omdat de tijd hen lang viel, zich tot het uiterste inspanden om zich van haar te ontdoen. William Hazlitt in Anne a Sundial in Sketches and Essays, 1839. Mag ik de heren Wells, Hoo en Hawking even aan u voorstellen? Maakt u zich geen zorgen. Zij zijn niet mijn advocaten, maar slechts enkele van de mensen die met het mysterie van de tijd hebben geworsteld en naar manieren hebben gezocht om zich ervan te ontdoen. In 1888 publiceerde romanschrijver H.G. Wells The Chronic Argonauts, een kort verhaal waarin tijdreizigers met een tijdmachine naar verleden en toekomst reizen. In 1895 schreef Wells De Tijdmachine, het beter bekende vervolg op dat verhaal. En dan hebben we Dr. Who, de onverschrokken, onhandige Koning van de Tijd van de Britse televisie, die maar niet van het scherm verdwijnen wil. Wiens grillige TARDIS, dat is een ruimteschip aan de tijdmachine, hem in allerlei moeilijke tijden, gevaarlijke plaatsen en hartelijke situaties doet belanden. Hij heeft geen verdere introductie nodig. En zoals we al zagen, heeft Stephen Hawking zich tenslotte met een serieuze werk bezig gehouden in zijn boek Het Heelal. Met zich ontdoen van tijd bedoel ik niet precies hetzelfde als William Hazlitt. Ik verwijs ermee naar elke poging om te ontsnappen aan de beperkingen die tijd ons oplegt. In het echte leven is dat onmogelijk, maar in science fiction is het heel eenvoudig. Gebruik gewoon een tijdmachine. Voor de wetenschap ligt het ergens in het midden moeilijker dan voor Wells en Doctor Who, maar in theorie niet onmogelijk. Zoals Professor Paul Davies beweert in zijn vermakelijke, maar zeer vergezochte boek, zo bouw je een tijdmachine. We zullen zien dat wie de implicaties van een begin van het universum wil vermijden, zich eigenlijk probeert te bevrijden van de ketenen van de tijd. En wie kan hen dat kwalijk nemen? De Perzische dichter. Omar Khayyam vertelde ons al dat de tijd de ultieme leermeester is. Citaat. De vinger schrijft en schrijft maar voort en dan verdwijnt hij. En geen vroomheid noch vernuft kan hem nopen tot het wissen van één woord. Geen traan zelfs vlekt een enkel woord ervan. Einde citaat. Door Christian van Balen. In De kwatrijnen van Omar Kajam. De vinger schrijft en schrijft maar voor, en dan verdwijnt hij. En geen vroomheid noch vernuft kan hem nopen tot het wissen van één woord. Geen traan zelfs vlekt een enkel woord ervan. Einde citaat. In De kwatrijnen van Omar Kayam Naar een vertaling van Christian van Balen. En dan is er een voetnoot, met nopen tot het wissen van één woord, wordt bedoeld, na de Engelse editie, dat de vinger die het boek des levens schrijft, niet verleid kan worden terug te keren om ook maar één woord te wissen. Einde voetnoot. Mooi gezegd en helemaal waar, maar wat zou er gebeuren als we ons op de een of andere manier van de tijd zouden kunnen bevrijden? Volgens onze bijbelse hypothese heeft God dat al gedaan, want als bedenker van de tijd kan Hij er niet aan onderworpen worden. Hij was er al voor de tijd begon, en net als ruimte, materie en energie maakt ook de tijd deel uit van de geschapen materiële orde. We zagen al dat dit volledig overeenkomt met de algemene relativiteit en de grondbeginselen van de oerknalcosmologie. God zelf. De Schepper staat buiten de geschapen orde en dus ook buiten de tijd. In Psalm 90 staat, eer de bergen geboren waren en gij aarde en wereld had voortgebracht, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Gij doet de sterveling wederkeren tot stof en zegt, keert weder, gij mensenkinderen, want duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren. Wanneer hij voorbij gegaan is en als een nachtwaken. Bekijk het eens zo. God is de kaartenmaker van de tijd. Voor God is de tijd uitgespreid als een landkaart. Net zoals wij een wegenkaart zouden bestuderen met alle dorpen, gemeenten en steden, met hun omgeving en de wegen die hen onderling verbinden. Zo overziet God in één oogopslag de hele geschiedenis. Ons verleden, ons heden en onze toekomst. In Jezaja 46, vers 9 tot 10 staat: Ik immers ben God, en er is geen ander God, en niemand is mij gelijk. Ik, die van den beginnen de afloop verkondig, en van ouds wat nog niet geschied is, die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden, en ik zal al mijn welbehagen doen. Dit zou natuurlijk betekenen dat alle tijd nog steeds bestaat. Een intrigerende gedachte. In de drie dimensies van de ruimte kan ik van Londen naar Manchester reizen en vervolgens naar Glasgow. Als ik in Manchester ben aangekomen, ligt wat mijn ervaring betreft, Londen in het verleden en Glasgow in de toekomst. Maar dat betekent niet dat Londen niet meer bestaat. Of dat Glasgow nog braakliggend terrein is. Zo is het ook met de tijd. We worden dan misschien beperkt door het nu, zodat we niet naar gisteren of morgen kunnen gaan, maar dat betekent niet dat gisteren niet meer bestaat, of dat morgen nog niet bestaat. Het is eigenlijk een van de onvermijdelijke conclusies van de relativiteitstheorie dat de ruimtetijd in zijn geheel, Werkelijk en onafgebroken moet bestaan, ongeacht onze waarneming van de tijd als verleden, heden en toekomst. Als u twijfelt aan mijn woorden, kan ik natuurkundige Brian Green nog even het woord geven, die met gedetailleerde argumenten komt om dit te bewijzen. Green zegt, net zo goed als we ons kunnen voorstellen dat de hele ruimte daarbuiten er werkelijk is, werkelijk bestaat. Zo moeten we ons ook de gehele tijd voorstellen als werkelijk zijnde, werkelijk bestaand. Het Bijbelse idee dat God alle tijd overziet, suggereerde toen al wat de wetenschap pas recentelijk heeft ontdekt. Jezaja 57, vers 15 geeft ons nog een voorbeeld van wat de Bijbel ons over dit onderwerp leert. God wordt er de hoge en verhevene genoemd die in eeuwigheid troont en wiens naam de heilige is. Het Hebreeuwse woord dat als heilig vertaald werd, betekent afgescheiden en spreekt van het anders zijn van God, in morele zin, maar ook wat betreft zijn eeuwige, op zichzelf staande, onstoffelijke aard. Henri Frédéric Amiel zei het als volgt. Tijd en ruimte zijn fragmenten van de oneindige, bedoeld om gebruikt te worden door eindige wezens. Dat zijn wij, niet God. Laten we dus eens goed naar de tijd kijken. Allereerst door de bril van de wetenschap. De pijl van de tijd. Einsteins speciale en algemene relativiteitstheorieën, ontwikkeld in respectievelijk 1905 en 1915. Veroorzaakten een aardverschuiving in de visie van de wetenschap op het universum. Tot dan werden ruimte en tijd beschouwd als een gegevenheid, een onveranderlijk podium waarop het drama van het bestaan werd vertolkt. In de Newtoniaanse natuurkunde gebeurde alles binnen ruimte en tijd, maar veranderde er nooit iets aan ruimte en tijd. Met de komst van Einstein veranderde dat allemaal. Zelfs voor Einstein zag de natuurkunde de tijd al als een vierde dimensie en zag zij zich genoodzaakt het idee van een vierdimensionaal ruimtetijdcontinuum te accepteren. Bijvoorbeeld de vergelijkingen waar James Clerk Maxwell in 1876 mee kwam, die beschrijven hoe elektromagnetische golven zoals licht, warmte en radiogolven zich door de ruimte voortbewegen, Laten ons zien dat de tijd zich gedraagt als een vierde ruimtelijke dimensie gedeeld door de snelheid van het licht. Maar zelfs daarvoor, in 1848, kwam de Amerikaanse dichter en schrijver Edgar Allan Poe in een essay over kosmologie met de toepasselijke titel Eureka, na 90 pagina's vol filosofische geredeneer tot het besluit dat ruimte en duur één zijn. Hij was blijkbaar de eerste die zwart op wit suggereerde dat ruimte en tijd met elkaar verbonden zijn. Na de verklaring van Poe schreef H. D. Wells: Er is geen verschil tussen de tijd en een van de drie dimensies van de ruimte. Behalve dat ons bewustzijn zich langs de tijd beweegt. Wetenschappers weten heel goed dat de tijd gewoon een soort ruimte is. Welk verschil maakte Einstein dan? Hij toonde aan dat het ruimte-tijdcontinuum niet het onbuigzame en onveranderlijke podium, tussen aanhalingstekens, of een referentiekader voor al het andere is, zoals tot dan toe werd aangenomen, maar dat het zelf een rol speelt in het kosmisch drama. Dat het deel uitmaakt van de structuur van het universum en veranderen of vervormen kan. De zwaartekracht was dus niet meer. Een geheimzinnige activiteit in de verte, maar een kromming in de ruimtetijd, die veroorzaakt werd door massieve voorwerpen. In een relativistisch universum zijn de drie dimensies van de ruimte en de enkele dimensie van tijd even flexibel. Maar ruimte en tijd zijn slechts voor een deel gelijkwaardig. In alle drie dimensies van de ruimte kunnen we ons naar voren en naar achteren bewegen. Maar in de Pseudo-ruimte, die wij tijd noemen, kunnen we alleen maar voorwaarts gaan. Gemakshalve kunnen en zullen we zeggen dat de tijd zelf zich in één richting voortbeweegt, of in één richting stroomt, tussen aanhalingstekens. Maar strikt genomen zijn wij het die in één richting door het al aanwezige landschap van de tijd bewegen. Het verleden is verboden terrein. Behalve voor science fiction natuurlijk. Omgekeerd kunnen we ons het verleden wel herinneren, maar de toekomst niet. Deze unieke eigenschap van de tijd, het eenrichtingsverkeer, wordt ook wel de pijl van de tijd genoemd, een uitdrukking die in 1927 door de Britse astronoom Sir Arthur Eddington voor het eerst werd gebruikt. Interessant genoeg zijn wat de tijd betreft bijna alle wetenschappelijke vergelijkingen en theorieën symmetrisch. Dat wil zeggen, ze kloppen allemaal. Of gebeurtenissen nu vooruit of teruggaan in de tijd. Het maakt de vergelijkingen en theorieën niets uit of de klok nu tik-tak of tak-tik zegt. Ze bevatten niets waarmee ze kunnen aantonen wat we allemaal al weten, namelijk dat we slechts in één richting door de tijd kunnen gaan. Maar Eddington ontdekte dat er één opvallende uitzondering was: één enkele natuurwet die niet ongevoelig is voor de richting van de tijd. Die wet is de tweede wet van de thermodynamica, een algemeen erkend principe dat de toename in willekeur of chaos beschrijft en regelt. De wet stelt dat de willekeur, ook wel entropie genoemd, van een geïsoleerd systeem. Met het verstrijken van de tijd wel kan toenemen of gelijk blijven, maar nooit kan afnemen. Eddington concludeerde dat, wat de wetenschap betreft, de peil van de tijd alleen een eigenschap van de entropie is. Maar wat is entropie nu precies? Met een stoommachine naar de sterren. Per ardua ad astra. Dat betekent: door goed ons best te doen, bereiken we de sterren. Of de top, zo u wilt. Laten we eens met een stoommachine naar de sterren reizen. Ik weet dat het klinkt als een project van Wallace en Gromit. En dan is er een voetnoot. Wallace en Gromit zijn bekende Britse animatiefiguurtjes. Wallace is een maffe uitvinder en Gromit is zijn hond. Einde voetnoot. Maar onze reisgezellen zijn respectievelijk een kind van de Franse revolutie, een ambulancebroeder uit Pommeren, een Britse baron en de zoon van een Weense belastinginspecteur. Of wat eerbiediger gezegd, zij waren pioniers in de ontwikkeling van de thermodynamica. Sadi Carnot, een Franse legeringenieur, wiens vader een zetel had in de Franse Revolutionaire Raad. Rudolf Clausius, een Duitse wetenschapper uit Pommern, die tijdens de Frans-Duitse oorlog een ambulancedienst opstartte. Lord Kelvin, die als William Thompson al op 22-jarige leeftijd in Glasgow tot hoogleraar Natuurfilosofie werd benoemd. En Ludwig Boltzmann, die op de al even jeugdige leeftijd van 25 jaar in 1869 hoogleraar Wiskundige Natuurkunde werd aan de Universiteit van Graz. Carnot wilde het rendement van de stoommachine verhogen en hij vroeg zich af welke factoren daarbij een rol zouden kunnen spelen. Ter vereenvoudiging van het probleem schiep hij in zijn hoofd een ideale warmtemachine, waarin hij warmte van een bron met een hoge temperatuur, zoals het vuur van een stoommachine, naar beneden liet stromen in een reservoir met een lagere temperatuur, zoals de stoom die door de machine wordt uitgestoten, om mechanische arbeid te leveren, bijvoorbeeld stoom die de zuiger van de machine aandrijft, die op zijn beurt weer een as in beweging zet. Carnot stelde zich een ideale machine voor, zonder wrijving of externe invloeden. Waarin het hele proces omgedraaid kon worden door de as de andere kant op te duwen en de hitte vanuit het koele reservoir naar de warmtebron te pompen. Zo'n reversibele of omkeerbare machine zou een hele cyclus kunnen voltooien en weer tot zijn oorspronkelijke toestand teruggebracht kunnen worden zonder warmteenergie te verliezen. Carnot wist dat geen enkele warmtemachine rendabeler zou kunnen zijn dan een omkeerbare machine. Want als er wel zo'n machine zou bestaan, zou deze voor onafgebroken beweging kunnen zorgen. Hij zou de as kunnen aandrijven zonder energie te verliezen. Carnot toonde ook aan dat het rendement van een omkeerbare warmtemachine niet afhing van de details, maar alleen van het temperatuurverschil tussen de warmtebron. En het warmtereservoir. E.T. James merkte op: De stelling van Carnot is echt geweldig, omdat zij met heel weinig heel veel verklaart. Met een algemeenheid die boven alle lastige details uitstijgt, maar toch met een onweerstaanbare logische kracht. Ik denk dat het Carnot-principe op dit punt net zo belangrijk is als de relativiteitstheorie van Einstein. Onze volgende gast is William Thomson, de latere Lord Kelvin, die samen met James Joule bewees dat warmte en mechanische arbeid elkaars equivalenten zijn. Elk is een vorm van energie die omgezet kan worden in de vorm van de ander. Het oorspronkelijke idee en de oorspronkelijke metingen worden toegeschreven aan Joule en tevens aan Julius von Mayer, die tot gelijksoortige bevindingen kwam. Maar het was Thomson die de resultaten analyseerde, verklaarde en publiceerde. De Kelvin, of absolute temperatuurschaal die wetenschappers vandaag gebruiken, was een direct resultaat van dit werk. Een andere James, niet Joule, maar Bond, dronk zoals algemeen bekend zijn cocktails alleen geschud en niet geroerd. Wanneer je een cocktailbeker schudt, laat je mechanische arbeid op de inhoud los, waardoor de vloeistof. Opwarmd, wat een thermometer aan zou geven. Als de beker goed geïsoleerd was, zodat er geen warmte kon ontsnappen, zou de warmte die in de beker werd opgewekt gelijk zijn aan de toegevoegde mechanische energie en zou er geen energie verloren gaan. Bedenk wel, James, dat dit ook zo zou zijn als je cocktail geroerd was. Eigenlijk bewees Joule als eerste zijn stelling door met behulp van een zwaar gewicht aan een kartrol. Een koperen schoepenrad in een bak water rond te laten draaien. Door het draaien werd het water in de bak een beetje warmer. Maar het was Clausius die met de juiste mix op de proppen kwam. Met één deel van het Carnot-principe en twee delen van Kelvin en Joule's mechanisch equivalent van warmte, produceerde hij een cocktail die nog het best omschreven kan worden als een stoommachine waarmee men naar de sterren kan reizen. Wat had hij ontdekt? Hij had ontdekt dat in elk geïsoleerd systeem dat van de ene evenwichtstoestand naar de andere overgaat, de netto warmtestroom Q gedeeld door de temperatuur T, waarbij die overgang plaatsvindt, alleen maar kan stijgen of gelijk kan blijven, maar niet kan afnemen. Clausius noemde die grootheid Q/T, of Q gedeeld door T. Entropie. Dus wat er ook met zo'n systeem gebeurt, of de entropie blijft gelijk, dat geldt alleen voor volmaakt omkeerbare systemen, of zij neemt toe. Bovendien had Clausius de euvele moed om te beweren dat dit niet alleen waar was voor geïdealiseerde stoommachines, maar ook voor het ultieme geïsoleerde systeem, het universum zelf. Bedenk dat zelfs in een gesloten, tussen aanhalingstekens, systeem, waar warmte wel, maar massa niet in of uit kan gaan, het principe van de Tweede Wet van de Thermodynamica van toepassing blijft. Fietspompen en elastiekjes. Andere wetenschappers, met name J. Willard Gibbs en Ludwig Boltzmann, diepten het onderwerp verder uit. Zij tonen aan dat entropie een statisch karakter heeft. Hoe meer manieren er zijn om de bestanddelen van een systeem, bijvoorbeeld een verzameling atomen, moleculen of soepkomscherven, zie hoofdstuk 1, te ordenen, des te hoger de entropie van dat systeem is. Als je een gas samenperst, zoals bij het oppompen van een fietsband, stijgt de temperatuur van dat gas, maar de entropie neemt af omdat er minder plaats is voor de luchtmoleculen in de kleiner wordende ruimte. Welke les kunnen we hieruit trekken? Dat je hard moet werken om de entropie te doen afnemen. Een elastiekje is een ander voorbeeld van een gesloten systeem waarbij energie aan toegevoegd moet worden om de entropie te doen afnemen. In een onuitgerekt elastiekje hebben alle lange segmenten van de rubbermoleculen. Zich willekeurig opgerold tot bolvormige spiralen. Omdat er heel veel manieren zijn waarop de vele segmenten in zo'n spiraal geordend kunnen worden, is de entropie van een onuitgerekt molecuul hoog. Maar wanneer je het elastiekje uitrekt, ontrollen en verlengen de moleculen zich, waarbij ze vrijwel evenwijdig naast elkaar komen te liggen. Omdat er maar heel weinig manieren zijn. Om deze zeer geordende moleculaire rangschikking te bereiken, is de entropie van een uitgerekt elastiekje evenredig laag. Om het elastiekje van een onuitgerekte toestand, dat is een hoge entropie, naar een uitgerekte toestand, een lage entropie, te laten gaan, moeten wij een uitrekkende kracht toepassen op en werk verrichten aan het elastiekje. Om de entropie te doen afnemen, moet er energie aan toegevoegd worden. We moeten echter wel bedenken dat die energie toevoegen niet willekeurig is. We kunnen er op willekeurige wijze energie aan toevoegen door het elastiekje in een magnetron met microgolven te bestoken, maar dan zal het niet uitrekken. Om de entropie te doen afnemen, moet de toe te voegen energie gecontroleerd. En geleid worden. Wanneer de spanning in het elastiekje opgeheven wordt, nemen de moleculen hun oorspronkelijke, willekeurige spiraalvorm weer aan en kan het elastiekje tijdens dat proces energie teruggeven aan zijn omgeving. Bijvoorbeeld door het aandrijven van de propeller van een modelbouwvliegtuigje. Het belangrijkste wat u moet weten is dat elastiekjes zichzelf niet kunnen uitrekken. Er is inspanning, kracht, voor nodig om het elastiekje in een toestand van lage entropie te krijgen. Een uitgerekte toestand heeft een hoge graad van orde waarbij alle moleculen netjes naast elkaar liggen. Zo is er ook inspanning nodig om de fietspomp te laten werken, die lucht samenperst en de entropie daarvan doet afnemen. Het gas zal zichzelf niet spontaan samenpersen. Dus in een geïsoleerd systeem als het universum kan een lage algemene entropie net zo min zomaar ontstaan als een elastiekje zichzelf kan uitrekken of een gas zichzelf kan samenpersen. Aan de andere kant kan een toestand van lage entropie, dus een hoge mate van orde, spontaan aflopen of afwinden tot een toestand van hoge entropie, een proces. Waarbij energie vrijkomt. Net zoals een uitgerekt elastiek een propeller kan doen draaien of een samengeperst gas spontaan kan uitzetten. Laat het handvat van uw fietspomp maar eens los als u de pompstang helemaal naar beneden hebt gedrukt, en u zult zien dat hij naar boven springt door het uitzetten van het gas. Clausius Cocktailuurtje. Toen de Britse cafés zich nog aan hun vaste sluitingstijd moesten houden, riep de waard met luide stem tegen zijn klanten dat dit voorgeschreven tijdstip daar was. Het cocktailuurtje van Clausius had ook grote gevolgen voor de tijd, maar dan op veel grotere schaal. Kort gezegd, de enige manier waarop de wetenschap het fenomeen tijd met haar richtingspijl kan uitleggen. Is door aan te nemen dat het universum begon in een toestand met een hoge mate van orde, dus een lage entropie. Natuurkundige Brian Greene legt het zo uit: Citaat. Dus zijn de voorwaarden bij het ontstaan van het heelal cruciaal voor het richten van de pijl van de tijd. De toekomst is inderdaad de richting van de toenemende entropie. De pijl van de tijd het feit dat dingen in toestand A beginnen en in toestand B eindigen, maar nooit in toestand B beginnen en in toestand A eindigen, vindt zijn oorsprong in de sterk geordende toestand van lage entropie van het heelal op het moment van ontstaan. Einde citaat. Volgens de wetenschap ervaren we de tijd dus in één richting, omdat het universum alleen bergafwaarts kan gaan van een toestand van hoge orde naar een toestand van lage orde. De entropie, chaos of willekeur, kan toenemen, maar nooit afnemen. Wetenschappelijk gezien is de tijd dan simpelweg de mate en de ervaring van verandering. Veroorzaakt door de gestage transformatie van het universum van een heel geordende begintoestand met een lage entropie naar de een of andere eindtoestand van maximale entropie. In deze eindtoestand zou het universum zich in een omkeerbare staat bevinden. Dat wil zeggen dat de entropie niet meer zou toenemen en de tijd stil zou gaan staan. En dan is er een voetnoot. Dr. Andrews zegt: Het woord omkeerbaar heeft hier een technische betekenis. De tweede wet van de thermodynamica zegt dat als een fysiek systeem door een cyclus gaat. Van de ene toestand naar de andere en weer terug naar de oorspronkelijke toestand, bijvoorbeeld een toestand die gekenmerkt wordt door een bepaalde druk en temperatuur, de entropie moet toenemen of gelijk moet blijven. Zij kan niet afnemen. In een omkeerbare staat of cyclus wordt de entropie niet meer door de cyclus veranderd en vertegenwoordigt zij een ideale toestand. Einde citaat. De vraag die zich dan opdringt is de volgende: Wat of wie leverde de energie die voor deze laag entropische toestand in het vroege universum zorgde? De grondbeginselen van de oerknalcosmologie kunnen ons alleen vertellen dat het universum op die manier geschapen werd, in een toestand van lage entropie. Het meest recente idee echter is. Dat direct nadat het universum begon, het een inflatoire fase doormaakte, waarbij de zwaartekracht negatief was, waardoor de ruimte en in haar inhoud, wat die inhoud ook was, de meningen daarover zijn verdeeld, met een enorme snelheid uit elkaar werd gedrukt. Men suggereert nu dat die inflatie alle onregelmatigheden in het chaotische voor-inflatoire universum, gladstreek, en een uitgedijd universum met een lage entropie voortbracht. Dit scenario gaat uit van bepaalde vooronderstellingen en speculaties die we nu niet kunnen behandelen, maar het komt overeen met onze conclusie dat er een toevoer moet zijn geweest om een laag entropisch universum te kunnen scheppen. In het inflatiescenario was het natuurlijk het negatieve zwaartekrachtveld, het inflatieveld, dat voor de energie zorgde. Maar waar haalde het inflatieveld zijn energie vandaan? Uit een statische fluctuatie in een soort oerchaos, krijgen we te horen. Uit een oerklompje chaos dat slechts 9,07 kilogram woog en een doorsnede had van slechts 10 tot de macht min 26 centimeter. Dat is ongeveer een miljardste van een miljardste van een miljardste. Van een centimeter. 9 kilo klinkt niet zwaar. Maar een gimpot van een halve kilo, die volgepropt is met dat chaosspul, zou een miljard, 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 miljard ton wegen. Het gewicht van de gimpot niet meegerekend. Maar of dit nu allemaal waar blijkt te zijn of niet. Het blijft een feit dat om het hele proces van tijd en schepping in gang te zetten, er iets of iemand op de een of andere manier energie moet hebben geleverd die nog niet aanwezig was in een eerdere vorm. Het is of God of de schildpadden. Aan u de keuze. De God-hypothese krijgt het hoogste cijfer. Het lijkt mij dat ongeacht welke wetenschappelijke theorie u kiest, zij volledig overeenkomt met de stellingen van de Bijbelse Godhypothese. Laten we de balans eens opmaken. In de eerste plaats bekrachtigen de hierboven beschreven wetenschappelijke scenario's het Bijbelse idee van eeuwigheid. Voor, tussen aanhalingstekens, het ontstaan van het universum, kon de tijd niet bestaan. Waarom niet? Wel, totdat het universum er in de een of andere vorm was, kon het zich in geen enkele entropische toestand bevinden, laag of hoog. In de tweede plaats moest het universum bij zijn ontstaan of ab initio, dat is van het begin af aan, in een toestand van lage entropie geschapen zijn of daarna in zo'n toestand gebracht zijn. Hoe dan ook. Zoals we van de elastiekjes en fietspompen hebben geleerd, is er inspanning nodig om een lage entropie te creëren. En dat is niet iets wat spontaan gebeuren kan. Daaruit volgt dat er ooit een energetische, tussen aanhalingstekens, scheppingsdaad plaatsgevonden moet hebben voordat de tijd kon gaan lopen. In de derde plaats, naarmate de entropie toenam, waardoor het fenomeen tijd werd veroorzaakt. Begon het universum een proces van verandering en ontwikkeling. De moderne kosmologie wil die ontwikkeling beschrijven en in kaart brengen. Misschien heeft zij het bij het rechte eind, misschien ook niet, maar de Bijbel leert ons duidelijk een geleidelijke ontwikkeling van het universum. Genesis beschrijft niet alleen een geleidelijke schepping, inclusief de stapsgewijze schepping in zes dagen tussen aanhalingstekens. Maar ook andere Bijbelgedeelten beschrijven duidelijk een universum dat verandert en afloopt, tussen aanhalingstekens, met het verstrijken van de tijd. Een voorbeeld, citaat. Gij hebt voormaals de aardige gegrondvest en de hemel is het werk uw handen. Die zullen vergaan, maar gij houdt stand. Zij alle zullen verslijten als een kleed. Gij verwisselt ze als een gewaard, en zij verdwijnen, maar gij blijft dezelfde. Aan uw jaren komt geen einde. Einde citaat. En tenslotte, volgens de Bijbel heeft de tijd niet alleen een begin, maar ook een einde. De apostel Petrus schreef in het Nieuwe Testament, Doch dit ene mag u niet ontgaan. Geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar, en duizend jaar als één dag. De Heere talmt niet met de belofte, al zijn er die aan talmen denken, maar hij is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen, met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Niets van dit alles bewijst, tussen aanhalingstekens, dat God bestaat. Maar wat het wel doet, is bevestigen dat de bijbelse Godhypothese juiste voorspellingen doet. Voorspellingen die nu pas bevestigd worden door kosmologisch onderzoek. Duizenden jaren nadat de hypothese voor het eerst naar voren werd gebracht. We beseffen nu eindelijk dat onze hypothese de vuurproef kan doorstaan. Ze heeft een voorspellende kracht. De tijd liever kwijt dan rijk zijn. Het is vrij logisch dat velen hebben geprobeerd en nog proberen zich te ontdoen van de theologische implicaties van dit alles. Laten we eens zien hoe sommige wetenschappers proberen om zich van de tijd te ontdoen, en in het bijzonder van het idee dat de tijd een begin had. Er zijn vandaag de dag een aantal ideeën in zwang, zoals de populaire speculatie dat het universum door een reeks oerknallen, expansies, samentrekkingen en samendrukkingen is gegaan, in een cyclus die zich tot in het oneindige herhaalt. Maar waar komt in dit scenario de energie vandaan die de initiële lage entropie veroorzaakt die nodig is om de pijl van de tijd te verklaren? U denkt misschien dat de lage entropie die zorgde voor het begin van de huidige cyclus geleverd kon worden door de energie van het ineenstortende universum toen dat ineen gedrukt werd tot aan het eindpunt van de vorige cyclus. Maar zo werkt het niet. Als de netto-energie van het universum nul is, zoals Hawking en anderen denken, waarbij de positieve energie van materie en straling precies in evenwicht wordt gehouden door de negatieve energie van de gravitationele aantrekkingskracht. Als, met andere woorden, het universum de ultieme gratis maaltijd is, zou elke grote samenpersing ervoor zorgen dat de positieve en negatieve energie elkaar teniet doen waardoor er geen energie overblijft voor het herscheppen van een laag entropische toestand. De gratis maaltijd zou verdwijnen en de voorraadkast zou geen energie meer bevatten. Maar als er geen energie over was om het net samengedrukte universum in een laag entropische toestand te brengen, zodat de tijd opnieuw kon beginnen, hoe kwam die lage entropie dan tot stand? Een mogelijk antwoord is. Dat de tijd geen herstart nodig heeft na een samenpersing. Men zou kunnen stellen dat de tijd gewoon blijft doorgaan tijdens de opeenvolgende expansies, samendrukkingen en terugkaartsingen. Of stoeipartijtjes en gratis maaltijden, zo u wilt, waarbij de entropie voortdurend blijft toenemen. En dan is er een voetnoot: Over terugkaarsingen, of in het Engels. Bounces, het volgende. Denk maar aan een bal die terugkaatst van de vloer, tussen aanhalingstekens, van de nulgrootte, tussen aanhalingstekens. Of aan een duveltje in een doosje. Een doos waaruit een poppetje omhoog schiet als men het deksel optilt. Of aan een foambal die zo krachtig in elkaar gedrukt wordt, dat hij verdwijnt, tussen aanhalingstekens, Inclusief de gaatjes in het schuim en het rubber zelf, en na het loslaten plotseling weer tevoorschijn vloept. Een bounce is niet hetzelfde als een big bang, want voor een big bang moet er een singulariteit aanwezig zijn bij de oorsprong van het universum, zodat het een eenmalige gebeurtenis is. Een bounce of terugkaarsing impliceert een cyclische toestand. En moet juist singulariteiten vermijden. Einde voetnoot. Elke nieuwe oerknal zal gewoon weer beginnen met de entropie die overbleef na de vorige kosmische cyclus, zonder dat de klok op nul wordt gezet. Dit komt wel overeen met de tweede wet van de thermodynamica, maar het verklaart niet waarom de tijd bestaat. Waarom niet? Omdat als er geen begin was, maar alleen een eeuwige reeks knallen en samendrukkingen, de entropie voor eeuwig zou moeten toenemen. Maar vroeg of laat moet de entropie van het universum een maximum bereiken, hetgeen plaatsvindt wanneer de toestand van complete chaos is bereikt. Als de entropie tot in het oneindige zou zijn toegenomen, zou de maximale entropie zijn bereikt en zou er een einde komen. Aan de loop der tijd. Als er niets verandert, staat de tijd stil. Imaginaire tijd. Er zijn nog andere, meer ingewikkelde manieren om zich van de tijd te ontdoen. Dr. Stenger lijkt bijvoorbeeld wat tegenstrijdig te zijn met betrekking tot het ontstaan van het universum. Op pagina 122 van zijn boek God, een onhoudbare hypothese heeft hij het over de niets naar iets overgang alsof die echt heeft plaatsgevonden maar enkele pagina's terug suggereert hij dat er voor de oerknal misschien toch iets in plaats van niets was op pagina 115 schrijft hij in the comprehensible cosmos de begrijpelijke kosmos heb ik een specifiek scenario gegeven voor een puur natuurlijke oorsprong van het heelal, gebaseerd op het geen-grens-model van James Hartle en Stephen Hawking. In dat model heeft het universum geen begin of einde in ruimte en tijd. In mijn scenario wordt het heelal beschreven als getunneld door de chaos, afkomstig van een universum dat voor alle voorafgaande tijd bestond. Het idee dat ons eigen universum slechts één van de vele is, is vrij populair bij hen die nadenken over de tijd. Welk populair boek over cosmologie of tijd u ook leest, u zult struikelen over vele tientallen universa. Het wordt bijna als vanzelfsprekend beschouwd dat we niet zozeer in een universum als wel in een multiversum leven. Dus, wat weten we over die andere universa? of in Stingers geval dat eeuwige, al eerder bestaande universum. Helemaal en absoluut niets. En dat is veel minder dan wat we over God weten. En toch heeft dokter Stinger de euvele moed om zijn paragraaf over de oorsprong als volgt te besluiten: Citaat. Ik wil niet bestrijden dat de precieze oorsprong van het universum op dit ogenblik. Een gat in onze wetenschappelijke kennis is, maar ik bestrijd wel dat we geen idee hebben hoe we dat gat wetenschappelijk moeten dichten. Einde citaat. Feit blijft dat nog dokter Stinger, nog iemand anders ook, maar enig, juist of onjuist, idee heeft hoe het universum ontstaan zou kunnen zijn door materiële oorzaken. Dit moet waar zijn. Want als het universum wel een materiële oorzaak zou hebben, zou dat helemaal niet de oorsprong van het universum zijn, maar slechts een latere fase in zijn ontwikkeling. Pas op voor de schildpadden. Daar komt bij dat hij zich beroepen op een onzichtbaar, ontoegankelijk, eeuwig en volstrekt onkenbaar voorafgaand universum als de materiële oorzaak van het universum dat we kennen, nauwelijks een Wetenschappelijke, tussen aanhalingstekens, verklaring van de oorsprong genoemd kan worden. Science fiction en populaire wetenschap kunnen nog wegkomen met zulke speculaties, maar de echte wetenschap wil graag wat meer bewijs zien. Ten slotte doet Stenger met zijn bewering dat hij een geheel materiële verklaring gevonden heeft voor het ontstaan van het universum niet alleen een beroep op alternatieve universa, maar ook op het idee, dat ons eigen universum wel eindig is, maar onbegrensd in tijd, en dus geen begin of einde heeft. Dat idee, de theorie van Hatel en Hawking, leende hij van Stephen Hawking, die zich zo'n universum als een bol voorstelt, zoals een aardbol gemarkeerd met lengte en breedtelijnen. De grootte van het universum op elk moment wordt voorgesteld door de lengte van een bepaalde breedtelijn. Zo is bijvoorbeeld de maximale grootte van het universum afhankelijk van de lengte van de evenaar. Natuurlijk moeten we in dit voorbeeld twee van de drie ruimtelijke dimensies weglaten, zodat de eendimensionale lijn de driedimensionale inhoud van het universum weergeeft. Maar wat moeten we dan met de lengtelijnen die van pool tot pool lopen? Die stellen de banen in tijd voor, maar... En nu komt het, niet in de echte tijd. Wat dokter Stinger vergeet te vermelden, is dat je alleen maar een universum dat geen begin of einde had in ruimte of tijd, kunt hebben als je de tijd vervangt door imaginaire tijd. Een geldig wiskundig idee dat wordt gebruikt om de vergelijkingen op te lossen die het fundament van het model vormen. Hawking benadrukt. Dat we het gebruik van imaginaire tijd mogen zien als een louter wiskundig hulpmiddel of trucje om antwoorden te berekenen over de werkelijke ruimtetijd. Het woord trucje komt van Hawking, niet van mij. Dit model van imaginaire tijd heeft geen last van singulariteiten. De wetten van de wetenschap laten het nooit afweten. En geen enkele natuurkundige grootheid neemt tot in het oneindige toe. Zelfs niet bij de polen waar de grootte van het universum nul is. Net zoals u over de Noordpool kunt lopen zonder dat u iets ernstigs overkomt, zou het universum heen en weer kunnen gaan door de nulgrootte zonder dat er iets gebeurt met de natuurwetten die datzelfde universum beschrijven. Dat is wat Hawking bedoelt met een eindig, maar onbegrensd universum. Hij doet zijn uiterste best om ons ervan te overtuigen dat een dergelijk universum opeenvolgende samentrekkingen en terugkaarsingen zou kunnen ondergaan, maar alleen in imaginaire tijd, nooit in de werkelijke tijd. Hij schrijft, citaat, Alleen wanneer we ons een beeld van het heelal zouden kunnen vormen met gebruikmaking van imaginaire tijd, Zouden er geen singulariteiten zijn? Wanneer we echter terugkeren naar de werkelijke tijd waarin we leven, zullen er nog altijd singulariteiten blijken te zijn. Einde citaat. Waarvan een schepping van tijd en ruimte, ex nihilo, natuurlijk een perfect voorbeeld zou zijn. En dat is slecht nieuws voor iedereen die zich van de tijd wil ontdoen. We kunnen nog veel meer zeggen over de pogingen. Om het begin van de tijd uit te bannen, maar daar is geen ruimte voor. Wie moeten wij dan het laatste woord geven over dit onderwerp? Mag ik voorstellen dat wij ons neerleggen bij het oordeel van Sir Roger Penrose? Hij is de gewaardeerde wiskundige uit Oxford, die samenwerkte met Stephen Hawking aan de theorie van zwarte gaten en andere kosmologische problemen. Dr. Gabrielle Walker citeert hem als volgt in hun artikel in The New Scientist, de nieuwe wetenschapper, op 27 april 1996. Citaat: Het standaardmodel van de oerknal is algemeen aanvaard, zegt de Oxfordse wiskundige Roger Penrose, en de rest is een mengeling van versiersels en ongebreidelde fantasie. Einde citaat. Dit zou ons moeten waarschuwen voor het gevaar Verleid te worden door als wetenschappen vermomde speculaties. Welke luchtkastelen we ook bouwen en naar welk universum we in onze verbeelding ook reizen in kosmische bellen of tijdmachines, de echte wetenschap biedt ons geen enkel handvat waarmee wij het feit kunnen ontkennen dat de tijd ooit echt begon.